Per jaar zijn in de gemeente Groningen zo'n 800 aanvragen voor het kappen van één of meerdere bomen in een tuin. De Partij van de Dieren houdt de cijfers bij en vindt dat te veel. De partij ziet dat een boom te snel wordt gekapt omdat hij tot overlast leidt of omdat iemand bijvoorbeeld zonnepanelen wil aanleggen. We gaan dus de boomstructuurvisie behandelen in de gemeente. We hebben de ambitie samen om echt enorm te gaan vergroenen, dus 1000 bomen per jaar meer te plaatsen. Maar dan moeten we ook goed gaan kijken van wat er al is, dat dat blijft bestaan. Dus die boom ook in de achtertuin. En in die vergunningen wordt gekeken van nou, dat wordt afgewogen van wat zijn de overlastwaarden voor de mensen en wat is de toegevoegde waarde voor die boom, voor de biodiversiteit. En dan slaat naar ons indruk de weegschaal meestal over naar overlast voor de mens. Het belang van de boom voor de natuur zou zwaarder moeten meewegen in zo'n besluit, vindt de partij. En daarom moet de gemeente strenger kijken naar boomkapcriteria. En waar nodig, kijken naar herplantplicht. Het is denk ik belangrijk om zo'n boom te laten staan, want ook als het gaat om wateroverlast helpt dat voor de bewoners enorm veel. En de zomers worden steeds heter en ik denk ook dat het een stukje herwaardering is voor die vogeltjes en dat mensen ook proberen verder te kijken dan alleen van nou die boom die belemmert mijn uitzicht, want een boom kan ook echt heel erg mooi zijn. Als een boom niet teruggeplant kan worden in een tuin, zou dat ook in gemeentegrond kunnen, zegt Van Zoelen. Het is natuurlijk niet zo dat een boom echt bij een tuin hoort, maar je moet kijken van hoe ontwikkelt groen in een stadse omgeving. Het mooiste zou zijn dat je natuur de vrije gang kan laten gaan, maar dat is natuurlijk niet waar mensen wonen en verkeer is. Dan moet je dat op een of andere manier ook goed reguleren en ontwerpen.